Maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij stress? Wat gebeurt er in dat volle stadion? Wat gebeurt er als we tegen die deadline aanhikken? Eerst beginnen de bijnieren adrenaline en noradrenaline aan te maken. Je lichaam wordt op scherp gezet om in actie te komen. Zorgen dat alle energie en aandacht naar de noodzakelijke lichaamsfuncties gaan. Mijn hart en longen zijn klaar om mijn bloed op volle snelheid rond te pompen. En dan, na een paar minuten, gaat ook het tweede systeem aan. In de bijnieren begint de aanmaak van het andere hormoon dat centraal staat bij stress, cortisol. Dat verhoogt je bloedsuiker en je stofwisseling, waardoor je spieren en hersenen meer energie krijgen. Als je goed met deze flow om kunt gaan, is het een welkome boost.